En het is hier een bijzondere bijeenkomst. Het is zo namelijk dat Nieuwekerk een stedenband heeft met het Duitse plaatsje Bückeburg. En dat bestaat 35 jaar en daarom zijn er dit hemelvaartsweekend een hele delegatie. Nou, ik denk wel meer dan 100 mensen uit Bückeburg, maar ook... Ja, en misschien zit er nu in de Holland. Vraag hoe we dat uit kunnen spreken. Het is een beetje lastig qua verbinding. Ja, nee, het gaat... Ik ga proberen om door te gaan. En er wordt ontbeten hier ook. Want ja, als je mensen uitnodigt, dan moet er goed gegeten worden. En ik ga gewoon heel even storen. Ontbijten aan de IJssel. Heeft ze dat ooit eerder gedaan? Ja, kijk, deze dame wel. Ah, als jeugd. Oh, nou komen we bij de afdeling mooie verhalen. Wethouder Tamara Venrooy, goedemorgen. Goedemorgen. Eerder ontbeten begreep ik aan de Hollandse IJssel. Nou ja, het was eigenlijk het einde van een nachtelijk uitstapje. Dat we nog even vertoefd hebben, gezellig zo uitkijkend over de IJssel. Klopt, ja. En ooit gedacht dat u ook nog eens een keer met 100 man zou ontbijten langs de IJssel? Nee, toen waren we met z'n tweetjes, was heel gezellig, maar dit is eigenlijk ook wel leuk, ja. Een kwartier geleden was ik hier, het was er helemaal niets en nu, waar komt alles zomaar ineens vandaan? Mooi, hè? Mensen hebben een idee en dan gaan ze dat uitvoeren en realiseren en dan krijg je dit en het kan dus gewoon. Het werkt gewoon. Er is van alles. Ik zie jus de ganzen, ik zie appelsap, ik zie krentenbollen, broodjes met kaas. En oh, het is helemaal geweldig wat hier allemaal te vinden is. En ja, er staat hier een hele rij met mensen die hebben het niet verkeerd. Dat is helemaal geweldig. En ja, als een soort omroeper staat burgemeester Bonthuis hier ook. Goedemorgen, burgemeester. Goedemorgen. Ik dacht dat ik hier de omroeper was. Ja, nee, ik, dat mag, maar ik ben ook een beetje omroeper nu. Hè. Als ik wat wil vertellen, moet ik met dat ding dat doen. Heeft u nou ook niet zoiets in het gemeentehuis, zou dat ook wel handig zijn om alle ambtenaren... Ja, maar daar hebben wij wel een intercom systeem voor, hoor, als dat nodig is. Dus we kunnen wel iedereen op allerlei manieren informeren. Dus dan hoef ik niet met zo'n ding rond te gaan. Voor de luisteraars thuis, de burgemeester die met een mooie megafoon. Maar het is hier, ja. het is hier nog veel mooier, hier aan de IJssel. Dit is nou Nieuwekerk aan de IJssel. Dit is Nieuwekerk aan de IJssel, ja. En het comité had dus inderdaad de afsluiting ook bedacht van het bezoek van alle gasten om dat hier te doen. Nou, dat is een beetje improviseren geblazen. Maar goed, dat moet toch tijdens dit soort programma's van de afgelopen 3 dagen. En ik moet zeggen dat ik heb wel het gevoel dat iedereen een beetje op zijn laatste benen loopt. Want er is ontzettend veel gebeurd in die laatste anderhalve dag. En gisteravond een fantastisch feest gehad met alle gasten uit Gelmza, uit Sablé en uit Bückeburg. Met allemaal big bands die geweldig hebben gespeeld. En waar, dat was één grote polonaise en zangactiviteit van alles en iedereen. Dus dat ja, want het is een viering van een 35-jarige stedenband. Is er ook een goede band tussen die steden? Ja, tussen Bückeburg en Nieuwekerk. Het dorp Nieuwekerk moet ik nu zeggen. Is die band er al 35 jaar. En dat betekent ook veel voor mensen. Want zoals nu ook het accent lag heel erg op verenigingen. Die voortdurend wat met elkaar doen. En of het nou om de plattelandsvrouwen gaat. Het gaat om ondernemers. Het gaat om de scouting. Het gaat om DKV. Het gaat om allerlei groepen. Die toch heel veel contact hebben door het jaar heen. Waar je dus als gemeente ook helemaal niet achteraan hoeft te zitten. Waar je ook niks hoeft te organiseren. Dus er zijn heel veel mensen die elkaar door het jaar heen zien en bij elkaar op bezoek komen. Nou, dat is eigenlijk waarom het de jumelage natuurlijk begonnen is. Ja, en nu dit weekend alle mensen bij elkaar. Het is eigenlijk de afsluiting van het hele weekend. Het is de afsluiting van het weekend. Het is nu nog even koffie drinken. Even, nou ja, zeg ik wat, een beetje geïmproviseerd ontbijten nu hier staand. De bussen staan al klaar. Die gaan om 11 uur weer terug, want het koor wat ze bij zich hebben, dat moet in de prachtige kathedraal in Gelmza, moet morgen vroeg weer zingen. Dus, nou ja, en die reizen 15 uur in de bus. Dus die zijn nogal even bezig voordat ze weer thuis zijn. Dus die gaan zometeen als eerste weg. En daarna de Bückeburgers, een aantal Bückeburgers, die zijn al weg. Die zijn met auto's weer terug. Maar goed, een aantal zijn er nog. En de scouting komt zometeen ook nog. Dat zijn er ook 100 jongeren. Want het leuke is wel, dat het is echt de senioren. Hebben veel contacten gehad. Er zijn een afvaardiging van de seniorenverbanden. Hier in Nieuwekerk en Bückeburg. Maar bijvoorbeeld de scouting, die is ook volop aanwezig. En er zijn allerlei jongeren uit Bückeburg. Dus het is echt van jong tot oud. Ja, en ik begreep dat de volgende week is er ook weer gewoon een activiteit dan bij de brandweer, heb ik begrepen. Ja, dan is de jeugdbrandweer op bezoek. En er zijn inmiddels ook enorme contacten gegroeid tussen de brandweeren van Bückeburg en Nieuwekerk. En dan komt de hele jeugdbrandweer weer hier kamperen. En hebben ze die weer een weekend. Dus dat gaat eigenlijk zomaar door. Dit was even voor het jubileum.
En het bijzondere is nu natuurlijk dat we uit 4 landen bij elkaar zijn. Dat maakt het extra speciaal. Dat maakt het hier heel speciaal. Dank u wel, burgemeester. Hier aan de Hollandse IJssel, vlakbij de steenovens op Hitland. En ja, er wordt gegeten, er wordt gedronken. En ik wil om zo meteen eens even met een aantal andere mensen te gaan praten. Hoe zij het weekend hebben ervaren in Nieuwerkerk.